Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Is dit een fase? Of gaat het uiteindelijk nergens heen? Al jouw gemengde signalen maken mij een beetje moe. En vanavond vierde waren, morgenochtend ben je zoek. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jure, we hebben een bijzondere gast uit het café van de Omroep bij. Ken haar al een tijdje, ze is groot talent. Ze zit op de popacademie. Ze kan via Gouden en Balk uiteindelijk in Leeuwen te loren. Ze brengt regelmatig platen uit. En ik vind het mooi dat ze er is. Want 5 mei komt haar nieuwe single uit. Dat doet ze tegen mijn Noorderlicht. En ik ga toe Nadua. Nadua van Keulen, officieel. Mooi dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Hoe is het? Gezellig dat ik weer mag zijn. Ja, goed. Alle laatste dingetjes voor de EP aan het regelen die er aankomt. Je zei al, de eerste single komt 5 mei aan. En dan komen er nog wat singles aan en dan een EP'tje. Dus dat moet dan nu naar de mixer. En dan moet het nog gemasterd worden. Ik weet niet hoeveel mensen weten dat dat betekent. Maar nou, er moeten de laatste dingetjes aan gebeuren. En daar ben ik nu druk mee. En cover arts maken en dat soort dingen. Een heel project dus. Ja. Is dat in opdracht van de academie of zit het er los van, die studies, zeg maar? Nee, dat staat er wel los van. Ik heb zelf bedacht dat ik dat wilde doen. En nu voor het afstuderen ga ik wel een show doen rondom die liedjes. Maar misschien ook nog wel wat oude liedjes erbij. Maar nee, dat mag ik gewoon wel lekker zelf weten wanneer ik dingen wil uitbrengen. Hoe is dat nou begonnen met jou? Als je toen de muziek haast, want toen maak je nog je eigen vestjes, daar was de producers bij. Ja, dat begint vaak net, maar het begint vaak heel leads, hè? Mm-hmm. Hoe je dat bij jou begon? Nou, dat is heel grappig. Ik was van de week bij een vriendinnetje in Amsterdam. En ineens liep er iemand voorbij. En dat was een vriendinnetje van de basisschool. En wij helemaal, oh, hey, nou, hoe gaat het? Even bijkletsen. En zij was ook met iemand samen. En toen zei ze tegen dat meisje, ja, Nadua maakt hele leuke liedjes, maar haar carrière is begonnen met mij samen. Want vroeger op de basisschool schreven we al liedjes. En we wisten ook allebei alles nog uit ons hoofd. We hadden toen een project op de basisschool, een projectweek. En het ging over beroepen. En onze klas had het thema de middeleeuwen. En wij waren de troubadours. Dus we hadden allemaal liedjes geschreven als troubadours zijn. En we wisten ze gewoon allebei ook nog helemaal uit ons hoofd. Dus stonden dat daar te zingen daar in Amsterdam. Welke school wie dat? De Livingstone School in Gouda. In Gouda, ja. Ja. Ja, de leeftijd van de muziek een beetje begonnen, ik wat dat betreft. Nou ja, ik schreef dus altijd al wel liedjes en ook over mijn kat of zo. En als er een juf ging trouwen, dan was ik degene die het liedje schreef. Maar ik luister heel veel Kinderen voor Kinderen. Oh, we hebben allemaal liedjes uitgekozen natuurlijk die er tussendoor komen. Maar we hebben helemaal niet iets voor Kinderen ertussen. Ja, dus 5 liedjes is ook nooit genoeg eigenlijk, hè? Dat zou je vast wel vaker ik hebben. Ik weet dat het een horrorvraag is, ja. Maar wel grappig, maar Kinderen voor Kinderen wil een soort eikpunt voor jou dus? Ja, dat denk ik wel. Ik heb dat veel geluisterd. En dan altijd die op YouTube opzoeken. En ik denk dat ik die ook allemaal nog wel woord voor woord uit mijn hoofd mee kan zingen, ja. Maar van Jurk Wiet in Gouda? Ik heb heel lang alleen met mijn moeder gewoond. Ergens in de binnenstad in Gouda. En op een gegeven moment kreeg zij een relatie. En hebben ze ook een kindje gekregen. En dat is mijn zusje. Maar die moest meteen naar het ziekenhuis. Is in het ziekenhuis geboren. En die heeft de eerste 2 jaar van haar leven bijna alleen maar in het ziekenhuis gelegen. En is nog steeds wel zwaar gehandicapt. En toen zijn we verhuisd naar een ander huis in Gouda. En daar wonen we toen met z'n vieren. Ja, is dat een leuke tijd gewoon om op te groeien? Ja, ik zat op scouting en daar heb ik echt tijd van mijn leven gehad. We hadden bootjes, de waterscouting, dus heel veel zeilen. En op een gegeven moment, als je wat ouder bent, jaar 14, 15, dan krijg je ook wat meer verantwoordelijkheden in zo'n groep. En dan hadden we van die wedstrijdjes wie dan als eerste het onderhoud van de boten af had in de winter. Nou, dan ging ik voor school ging naar scouting en in mijn tussenuur ging ik naar scouting. En na school stond ik daar de boten te schuren en te lakken. En dat vond ik echt heel erg leuk.
En op kamp. En dan had je zo'n allemaal tenten mee. En dan had je gewoon voor 2 weken lang... had je daar een soort van... zelf opgezet kamp. Wat je met z'n allen... meemaakte. Wat voelt het zo leuk? Gewoon het groepsgebeuren? Of gewoon met de handen bezig en een project aanpakken? Ik denk meerdere dingen. Ik denk inderdaad wel het met de handen bezig. En de verantwoordelijkheid. Want op je 14e krijg je natuurlijk op niet heel veel plekken nog verantwoordelijkheid. En daar was het wel zo van, je regelt het maar. En dat vond ik heel erg leuk. En ik vond ook het werken aan die boten leuk. Het zeilen leuk, lekker op het water. Veel buiten natuurlijk op die kampen ook. En het was gewoon heel gezellig. Ja. Zeils en Wallis? Jawel. Ook hier in Friesland heb ik nog best wel veel zeilles gegeven. Dat is hoe ik in Friesland terecht ben gekomen zelfs. Maar niet meer zo superveel. Ik denk ook dat ik nu alleen nog deze zomer ga zeilen... op het moment dat ze echt mensen tekort komen... en ik gebeld word met... waar kan je alsjeblieft komen? Ik ga er niet meer zelf heel actief achteraan. Ja, want er was een tijdje in Balk wennen. En dat werk vanwege het zeilen dus. Ja, klopt. Ja, mijn moeder was al instructrice op de zeilschool daar. En sterker nog, toen zij zwanger was... was er helemaal niemand die natuurlijk met een hoogzwangere vrouw op vakantie gaat. Dus toen is zij zeilles gaan geven in Balk. Dus als embryo was ik gewoon al op het Slotermeer te vinden. Het Friese wetter mij kregen, dat kind er al. Ja, precies. Ja. Wat voor tijd had je gewoon in Balk? Ik bedoel, dan komst dus eigenlijk als randstadfamke, komt er tussen de zeilskwal en het plattelandsleven in? Nou, de zeilschool, dat was wel heel over het hele land verspreid, zeg maar, wat daarop afkwam. Dus daar was ik gewoon heel erg thuis, want daar kwam ik al heel lang. En ik had daar ook veel vrienden, dus dat was echt hartstikke gezellig. En ja, toen op een gegeven moment heb ik daar heel lang gezeten. En toen hebben ze me een baan voor de winter aangeboden. En toen ben ik boven de kroeg komen te wonen. En toen moest ik in het begin... En de kroegeigenaar was echt heel aardig meteen al. En die zei van, kom een keertje langs. En toen moest ik echt al mijn moed bij elkaar verzamelen... om dan naar die kroeg te gaan in mijn eentje. En zo langzaam steeds meer mensen leren kennen. En nu weet ik dat als ik erheen ga... dat er altijd mensen zijn die ik ken en dat het altijd gezellig is. Maar ja, dat weet ik nog wel. Dat ik in het begin echt dat het heel spannend vond... om daar alleen naartoe te gaan. Maar het is allemaal goed gekomen. Ja, nee, absoluut. Nu straalst. En daar is best intussen al aardig wend hier in Friesland. Want de westen komen bij een peer hier in Ljouwt. Maar toch liggen we met zijn oorgang. Best jong en oren taal, oren cultuur. Ja. Toch in dat hele Lietse landje natuurlijk. Zagrutti die oorstal natuurlijk ook weer net. Maar het liet me wel een oorgangje. Zo op jonge leeftijd. Ja, ik heb natuurlijk nooit echt... Dan komt het redelijk flexibel hoor, ja? Dus volgens mij rest niet op. Maar... ik heb ook ik ben een beetje gegaan met zoals het ging of zo. Meegegaan met de stroom. Want ik heb nooit echt de beslissing gemaakt om naar Friesland te verhuizen. Ik ging gewoon naar de zeilschool die ik kende. Daar ben ik heel lang blijven plakken. En toen ben ik in Balk gebleven. Dus ik ging met mijn bolderkarretje, met mijn 3 tassen, met spullen, ging naar dat huis toe. dus het is nooit echt een grote overgang geweest. Omdat ik wel... Ja, het is heel soepel gegaan. En het Fries vond ik best wel leuk. Ik ging dan in de kroeg net zo lang zitten luisteren totdat ik het begreep. Dus ja, dat vind ik nog steeds heel leuk. Ook als ik in de supermarkt... Je hoort het in Leeuwarden natuurlijk wel echt minder dan in de dorpen. Maar als ik dan ergens mensen voor Fries hoor praten, word ik altijd wel blij van. Ja, dat zeiden ze natuurlijk al de eerste keer in Zwolle. En door jij dus niet in Fries praten. Ja. En dan krijg je toch het vertrouwde gevoel erbij. Ja, ik weet het niet wat het is. Ik vind het gewoon wel een leuke taal, ja. Het is toch een beetje thuiskomen eigenlijk. Ja, misschien wel, ja. Hij zit ook nog steeds met Gouda trouwens. Dan steeds denk ik, ik moet even een dagje Gouda de Waan of net. Het is leuk als er feestjes zijn of dingen van mensen die ik ken. En dat is dan voornamelijk nog van scouting. Ja. Maar wat ik dus heel grappig vind, is dat ik sinds een paar jaar hoor hoe Rotterdamse praten in Gouda. Dat viel me vroeger niet op. Maar ja, dat mag eerst van naar Boetentaal, hè? Ja. Ja, mooie tijd hoor dus. Goed, via Balk naar Ljouwt. En in de muziek te lonen kwam. Wilst dat altijd al leuk vondst. Bedraai muziek. Horror vraag natuurlijk. Maar meisje maar 5 plaat nu het ziekje. We begonnen met Merel. Ja. Waarom zei je? Oh, ik vind Merel heel leuk. En ik vind het ook best wel tof dat ze... In het begin waren het natuurlijk... hitjes die misschien niet iedereen even serieus nam... ik heb het altijd heel vet gevonden hoor. Dus dat is absoluut niet vervelend bedoeld. Maar ik weet ook nog wel dat zij ergens in een documentaire volgens mij zei van... Ja, ik wil geen eendagsvlieg zijn en ik wil het echt wel serieus aanpakken. En dat heeft ze wel gewoon gedaan. En nu verkoopt ze gewoon hele Paradiso-zalen uit. En dat vind ik heel tof. En de liedjes zijn gewoon altijd heel erg leuk.
Dus ik heb er gewoon maar in gekozen. Maar eigenlijk vind ik alles leuk. Wat nou ja, ze had ik wel lef, even eerlijk ben. Ja, absoluut. Ja. Houd je bek en bef me. Ik bedoel, dat is een titel. Dat gaat wel, dat, nou ja, dat land wel. Ja, zeker. Er zit natuurlijk een verhaal achter. Maar spreekt hij dat om? Dat hij gewoon dat wat delta zetten op die manier? Ja, ik denk het wel. Ik had natuurlijk ook in mijn liedjes dat er af en toe best wel expliciete dingen in zitten. Ja, ja. En ik denk dat als Merel er niet was geweest, dat ik het echt wel wat enger had gevonden om die liedjes uit te brengen. Ja, je toch de wereld in. Ja. En een beetje gepolariseerde wereld zien worden. Een wereld waarin een protte DM's, de direct messages, verstuurd worden. Dus dan kist ik hele nare reacties krijgen natuurlijk. Dat is waar, ja. Maar daarvan heb ik ook een beetje zoiets van, ik hoor ook zo vaak gewoon mensen om me heen dingen zeggen over artiesten die ik heel tof vind. Dat ik denk, ja, maar als er over die mensen die ik zo vet vind, dat er daar wel nare dingen over gezegd worden, dan kan je het ook niet tegengaan. Nee. Dus nee. Ja, ik denk dat dat iets is wat maar gewoon moet gebeuren. Nou ja, en doe best wel van een nieuwe generatie. Je hebt erbij helaas. Hè? Dat is, ja, klopt. Daar ben je wel bij opgegroeid, denk ik. Hè? Nou, niet echt mee opgegroeid, denk ik. Nee, met valt het nog wat nare aan? Berichten. Ik denk dat pas is er ook. Nou ja, dat is denk ik de laatste 10 jaar of zo dat het steeds meer is. Ja. Zeg maar, toen wij klein waren, gingen we gewoon buiten spelen. En het meeste wat we hadden was een DS. Maar op een DS kon je niet direct messages sturen naar mensen die je niet kenden. Nee, we wilden een dom spelletje doen, inderdaad. Ja. Dus ik denk dat het voor de kindjes die nu opgroeien, dat het nog veel heftiger is. Ja, we hadden wel hives op de middelbare school of zo. Ja. Maar dat was dan ook, dat bleef vaak wel beperkt tot de mensen die je kende. Eigen bubbeltjes, dus, zeg maar. Ja, dat is allemaal wel veel groter geworden nu natuurlijk. En vaak ook heel heftig, hè? Ja. Ja, ja. Des te mooier dat je gewoon wel het lef haalt om dit soort muziek te maken. Mijn leuke titels in ieder geval. Daar komen we straks nog goed te spreken. Maar toen heb je inmiddels net alleen de muziek op die naam. Maar met een mooi prentenboek. Mooi verhaal is dat. Maar dat doe ik even straks aan. We gaan eerst even naar muziek van de jeugd van tegenwoordig. Buma in mijn zak. Buma in mijn zak. Waarom dit noemer? Nou ja, we hadden het net in het voorgesprekje al eventjes over wat mij gevormd heeft tot muzikant. En jeugd van tegenwoordig is denk ik wel een van de eerste artiesten die ik actief heb geluisterd. En ik denk dat het ook misschien wel de eerste of een van de eerste concerten is waar ik ooit naartoe ben geweest. En ik vind de jeugd gewoon heel vet. En ze hebben natuurlijk een paar hitjes, maar ik vond het leuk om niet een hitje uit te kiezen. En Buma in mijn zak. Dat gaat natuurlijk over de Buma die geld ophaalt en Buma stemmen, van de auteursrechten. Ja. Dus, en ik hoop natuurlijk ook ooit te eindigen met heel veel Buma in mijn zak. Kan geen kwaad, toch? Dus dat is waarom ik deze heb uitgekozen. Kan ik een kerk worden, negatief? Kan ik een echte kerk worden, negatief? Een echte kerk hoor je gewoon een man met een gewoon negatief. Wat is mijn kerk? Dank je wel. Buma in mijn zak, moving on up, van de leren naar de up. Geen grap, is de Buma in mijn zak, dan gooit je ze de jeugdvertegenwoordiger Buma in mijn zak zit op het lijstje van mijn gast van Joert Nadewa. Nadewa van Keulen. Ze had ooit in Balk wennen. In verband met het ziel met Zinburg wennen, het single jou. Het volgende popacademie zit in het lijstje hier. Al moet ze nog wel even afstuderen. Maar goed, dat is een mooie uitdaging voor haar. Ze maakt mooie muziek, mooie feskes. En na je single komt uit, is uit, Noorderlicht. En Nadewa en het get to tattoos. Ja. Op een feestje. En dan wil je wekken en hij een tatoeage op je lichaam. Dan geven we straks weer wijde groep praten. Toch nog even over die jeugd. Wat voor muziek houdest eigenlijk? Want we gaan naar de jeugd van tegenwoordig. Is dit ook wel een beetje de soundtrack van in jeugd? Echt letterlijk of net? Oeh, dat denk ik wel. Ik was op de basisschool nog niet heel erg actief geïnteresseerd in muziek. Ja, dus Kinderen voor Kinderen, wat ik al noemde. En iets meer de radio hoor of zo dan? Of? Nee, niet echt. Bij ons thuis werd ook niet echt muziek gedraaid. Nee. En op een gegeven moment, dat is denk ik ook nog wel leuk om te noemen, kreeg ik een ukulele. Dat is een leuk verhaal ook. Ik was samen met een vriendinnetje en we zouden op een scoutingkamp gaan. En we wisten van tevoren al wie onze instructeur zou zijn, want we zaten in één groepje waar er maar één van was. En dat was een hele heel druk iemand die altijd in was voor iets geks. Dus wij hadden op een of andere manier bedacht dat het leuk was om een ukulele voor hem te kopen. En dat hij dat dan op kamp zou kunnen leren. Maar dat ding kwam te laat aan. En toen had ik ook tegen dat vriendinnetje gezegd, weet je, je hoeft er niet meer mee te betalen. Ik hou hem zelf wel. En dat was eigenlijk best wel leuk. Want een ukulele is een heel makkelijk instrument om te leren. En ik heb niet zoveel geduld. Want ik had ook wel een gitaar. Maar daar kon ik 3 liedjes op of zo. En dat
dat ja, was ik daarna wel op uitgekeken. Want het duurde me allemaal te lang voordat dat goed ging. En toen heb ik daar heel veel liedjes op gespeeld. En dat zijn dan een beetje de Jack Johnson, Ed Sheeran-achtige nummers heb ik toen wel veel gespeeld. Voor bij het kampvuur als het ware. Ja, precies. Echt de kampvuurliedjes. Die kan ik allemaal. Gelijk al in het Nederlands trouwens? Of hartstikke in het Engels? Nee, ook wel Engels. Ja. En verder inderdaad wel jeugd van tegenwoordig veel geluisterd. Maar bijvoorbeeld ook toen op een gegeven moment New Wave uitkwam met Drank en Drugs en zo. Dat vond ik ook wel echt heel vet. Dus ik denk dat ik altijd al wel redelijk hip-hop focused beetje ben geweest. Je wat bij rap, hè? Wat, ja. Ja, maar ben er ook Amerikaanse rappers, de diehard jongens, die is leuk vist? Of vist dat Nederlandstalige toch wel erg leuk? Nee, ik zit wel echt heel diep in de Nederlandstalige, ja. Ja. Ja, nou ja, dat was no sell weg, helemaal. Ja. Had je ooit twijfelen? Van, nou, misschien maak ik maar eens wat in het Engels? Of... Hier en daar heb ik af en toe echt wel eens wat in het Engels geschreven. Ja. Zeker op school, weet je wel, als je even snel iets samen moet maken voor een opdrachtje. Of ook misschien vroeger, denk ik wel. Maar het spreekt mij gewoon wat minder aan. Ja. Ik zeg niet dat ik het nooit zou doen. Maar dat zou dan, denk ik, voort moeten komen uit een samenwerking. Ik denk niet dat ik snel zelf... met een Engelse tekst zou komen. En oren Nederlandstalige muziek, spreekt hij dat ook gewoon? Of is het toch wel de jeugd en dat soort groep? En Merel en... Nou, ik vind bijvoorbeeld ook Doe Maar of zo. Daar zitten ook echt toffe dingen tussen. En van Bluff kan ik ook het grootste gedeelte wel meezingen. En wat voor Nederlandstalige dingen hebben we nog meer. Maar we hebben natuurlijk ook nu Abel met Hang Youth. Dat is natuurlijk hartstikke punk, maar dat vind ik ook heel cool. Dus op zich binnen het Nederlandse genre wel... veel verschillende dingen. Maar toch heeft het ook allemaal wel iets poppies, denk ik. Ja. Ja. Wanneer is bij jou begonnen te leven het idee van... ik wil zelf wat met die muziek doen? Dus op een zolderkamer zelf wat teksten schreeuwen... en misschien eens een keer verskwallen, iets leuks. Dat is in je ding. Mm-hmm. Maar de stap meidje naar zijn popacademie van... hey, ik word hier echt serieus mee onder de slag. Is een heel oorverhaal vaak, hè? Ja, ik had op een gegeven moment toen het uitging met mijn eerste vriendje... had ik een liedje geschreven en dat ging best wel soepel. Ik had heel snel, ik had het echt binnen een dag of zo... dat ik 's ochtends wakker werd met het refreintje in mijn hoofd... en 's middags de rest had geschreven of zo. Daar was ik best wel trots op. En nou, toen heb ik, volgens mij heeft het of 1 of 2 jaar geduurd... voordat ik de ballen had om het online te zetten, dat weet ik niet meer. En toen dacht ik, oh ja, en dan zet ik dat op YouTube... en dan gaat dat viral en dan ben ik bekend. Ik was toen nog heel naïef. Het leek je soms heel overzichtelijk. Sommige oort komt dat. Ja, dat is wel echt het zo. Kan ja. Wel. In theorie kan alles natuurlijk. En dat zijn natuurlijk die verhalen die je altijd hoort. Ja, ja, de succesverhalen. Ja, ja. Dat is niet helemaal hoe het gegaan is. Maar ja, daarin balk maakte wel gewoon af en toe covertjes met de ukulele. En ik wist ook niet zo goed wat ik wilde met mijn leven, want... iedereen van de middelbare school was allemaal gaan studeren. Maar wij waren de eerste die geen studiefinanciering meer zouden krijgen. Dus ik dacht, nou, ik wil niet zomaar wat gaan doen. Wel een beetje over nadenken. En toen op een gegeven moment kwam er een vriend van me langs. En die vertelde over de Academie voor Popcultuur. En toen ben ik met hem meegegaan naar een meeloopdag. En toen dacht ik, oh ja, dit is wel echt een toffe plek. Ik vond de manier van onderwijs heel tof. Want ik was het niet eens met hoe het middelbare schoolsysteem in elkaar zat. Daar heb ik ook een profielwerkstuk over gemaakt, over een nieuw systeem. Wat biedt in gerustig bezwier? Dat alles voor ons werd uitgedacht. En dat er precies voor ons werd bepaald hoe het eruit moest zien. En dat er iemand anders bedacht hoeveel uren ik aan wiskunde moest besteden. Ja, ja, te veel volgebakken. Veel systeem en te weinig creativiteit. Ja, misschien wel. En misschien ook te weinig zelfstandigheid. Ik denk dat ik dat heel erg miste. Want op een gegeven moment had ik heel veel dubbeluren. Dus dan kon ik kiezen naar waar ik heen ging. En de lessen die ik niet volgde, daar... dat ging me beter af dan de dingen die ik wel volgde. Want als ik dan mijn boek opensloeg, dan was het allemaal nieuwe informatie en dan was het interessant. Terwijl als je in die les zat, ging het allemaal langzaam en dan luisterde ik maar half en dan sloeg ik mijn boek open en dan had ik dat ook allemaal al een keer gehoord. Dus dan las ik het ook maar half en dan ging dat veel moeizamer. Terwijl als ik niet die lessen volgde, ja, dan haalde ik zo een 8. Ja. Dus dat stond me heel erg tegen. Dat ik zoiets had van, ja, laat mij nou maar lekker zelf doen allemaal. Dan lukt het veel beter. Maar de school was daar minder enthousiast over. Dus ja, daar ook wel veel wrijving over gehad met school. Maar goed. Had dat überhaupt, dat zelfdwang, is dat heel belangrijk voor die? Ik denk het wel. Van laat me het zelf maar doen. Misschien dat je daar wel een goed punt hebt. En misschien dat dat ook is waarom ik de AVP zo leuk vind. En waarom ik het zo leuk vind om als artiest bezig te zijn. Want ik moet zelf bepalen wat deadlines zijn en wat er moet gaan gebeuren en wat eruit moet komen. En ik heb daar zelf een verantwoordelijkheid voor. En ik denk dat ik dat eigenlijk wel heel erg leuk vind. Want ben je daar goed in? Ik bedoel, kun je het jezelf oplezen? Maar
Kist het ook altijd weer op oorkomen litten, maar daar ben je redelijk gedisciplineerd in. Ja, ik heb soms ook wel dat ik dingen iets te positief inschat. Dus dat het dan aan het einde toch wel een beetje spannend wordt of dingen er op tijd zijn en af en toe gaat er wel iets fout. Maar op zich wel redelijk. Zeg maar, uiteindelijk staat het er wel. En soms zijn dingen wat onhandig of gestrest of meer dan dat ik had verwacht, maar daar leer ik alleen maar van. Ja. Ja, ja. Ja. En wat nog even derde terug. Je bent nog aan het afstuderen, maar het is vaak een project doen. Mm-hmm. Daar heb je dus een heel bepaalde soort structuur in en een deadline. Of maakt dat ook op het laatste moment bijvoorbeeld? Nou ja, ik had het dus het eerste deel niet gehaald. En nu ben ik wel weer ingestroomd in het tweede deel. Maar ik heb dus al de helft gemist. En ik heb een beetje zoiets van, ja, ik zie wel hoe ver ik kom. ik focus me vooral op dat er een show moet komen. En dan zie ik daarna wel wat er allemaal omheen nog aangeleverd moet worden. Dus ik zie mijn artiest zijn wel echt als prioriteit. En school is iets wat daar na komt. En ik haal zeg maar uit wat ik voor mijn artiest voor mijn artiestschap doe. Daaruit destilleer ik de dingen die de school wil zien. Dus dat zorgt er ook wel voor dat het wat minder stressvol is. Want het is gewoon niet mijn hoogste prioriteit. Ja. Bestaan blij dat die een hele squalperiode clear is? Wat zei je? Ben je straks blij dat, oh, blij dat je hele schoolcarrière dat het wel klaar is, of niet? Nee, want ik vind het wel leuk op de AVP. Dat wel, ja. Ja, het is een fijne werkplek. Je kan gewoon zitten waar iedereen is en daar is het gezellig. Maar je kan ook in een lokaaltje gaan zitten als je wat geconcentreerder aan het werk wil. En er zijn heel veel mensen die heel veel dingen weten. Dus er is heel veel te leren. En je hebt allerlei ruimtes waar je kan opnemen. Of je hebt een fotostudio en je kan oefenen met live shows, want je hebt gewoon microfoons daar en geluidsinstallaties. Dus er is heel veel faciliteiten. Dus ja, als ik daar een jaartje langer zit, vind ik dat ook niet erg. Nee. Want het ondersteunt wel echt heel erg in wat ik aan het doen ben. Want bist in Holle al heel wat bezig met dat after school gevoel of net? Van oké, okay, dit is mijn artiestenschap, ik maak professioneel. Ik moet misschien heel efficiënt, er komt bomper op die oor dan. Ja, ik vind dat wel een beetje eng hoor. Even geen onverjaarkaart meer. Ik gebruik die kaart zoveel. Ik reis alle kanten op. Dus nee, dat vind ik wel eng als ik niet meer de AVP heb. Maar ik moet gewoon maar eventjes zien hoe het loopt. Dat is allemaal voor over een paar maanden pas. Ja, zorgt er heel mooi voor bij. Is dat irritant dat mensen daarop beginnen? Nee, zeker niet. Want het is wel gewoon realistisch. Maar ik heb ook wel wat andere dingetjes waar ik voor mij heb aangemeld. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Dus nou ja, het komt erop neer. Er zijn heel veel mogelijkheden. En het ligt een beetje aan waar ik wel of niet word toegelaten. Ik heb me ook aangemeld voor popronden. Dat lijkt me heel tof om te mogen doen. Maar ja, dat is een soort rondreizend festivalcircus. Dat is wel een belangrijk ding dus voor artiesten. Ja, artiesten, ja. Ik. Klopt, ja. Heel de muziekindustrie gaat daar naartoe om de nieuwe talentjes te spotten. Ja, en dan kun je aardig wat boekingen mee pakken vaak. Ja. Ja, en het kan natuurlijk ook dat je wel wordt geselecteerd voor de popronde, maar dat je maar twee shows hebt. Want het ligt aan de steden zelf wie ze boeken. Maar nou ja, dat lijkt me heel tof om aan mee te doen en om dan wel een aantal showtjes te mogen doen. Ja. Maar goed, er zijn zoveel dingen waarvan ik van anderen moet horen of ik wel of niet mee mag doen, dat ik zoiets heb van ik zie het wel. Kijk wel eventjes hoe het loopt. En ik blijf gewoon lekker bezig met die muziek maken en dat promoten. En ja. Vooral de man bedoel, want dat maakt het hartstikke leuke festjes. Give aan Echo Praten en wat Jerrelitten, want de nieuwe single komt er gewoon. Ja. Maar daar straks meer over. We gaan eerst even naar Ronnie Flex. Waarom Ronnie Flex? Ja, Ronnie Flex is echt fantastisch. Je hebt altijd met Spotify heb je toch dat je aan het einde je jaarverslag krijgt. Nou, ik heb echt wel 2 of 3 jaar achter elkaar het meeste Ronnie Flex geluisterd. Wat had hij, wat hij hoorde net, hè? Dat vind ik wel een moeilijke vraag. Want hij heeft wat anderen niet hebben. Maar hij blijft interessant. En het is altijd wel Ronnie Flex wat hij maakt. Maar het is niet zo dat het altijd hetzelfde is of zo. Hij weet elke keer wel weer met originele dingen te komen of zo. En ik weet het niet. Hij gewoon had het door. Ja, gewoon overtuigingskracht. Sommige teksten, als je heel letterlijk dat gaat opschrijven, zijn het echt hele gekke teksten. Maar ja, als hij het rept, dan geloof ik het helemaal. Ja, ja, dan valt het kwartje wel wat dat betreft. Ja. Als hij wel eens live zien? Ja, oh, dat is zo tof. Ik heb hem op Lowlands toen gezien met die hele band erbij. Nou, dat is echt heel vet.
Ja, dus als je ooit de kans hebt om Ronnie Flex met die band te checken, sowieso doen. Oh, en dit liedje die we nu gaan luisteren, dat is van het album Kom mee op... De nacht duurt nog... Zo, wat erg. Is van het album De nacht is nog jong, net als wij voor altijd. En de EP die er aankomt van mij, eind juni, die heet Kom mee op avontuur tot diep in de nacht. En het was, ik wist, het moest iets worden met avontuur en nacht en zo. Maar toen dacht ik, ja, zo'n lange titel, dat kan gewoon. Want Ronnie Flex kon dit ook. En ik heb het altijd zo'n vette titel gevonden. Dus daarom heb ik een liedje uit dat album uitgekomen. Ik skip ze alle zeven. Alle briefjes die ik stuurde gingen in de prullenbak. Zusje, ik weet niet wat er is veranderd. Zusje, om het schoolfeest wil je niet dansen. Maar nu sta je naast mij. En het nummer Zusje, een van de favoriete noemers. En ik artiesten overigens van mijn gast van Juurt, Nadua. Nadua ken ik inmiddels als muzikant, rapster, Texas cruister. Een tijd flink kwam ik mijn prachtig prentenboek uit. Verhaaltjes voor het slapen gaan. Ja. Wat wie daar de oorleding eigenlijk voor? Dat is wel een beetje dankzij de AVP geweest. Want die studieopdracht? We moesten een project verzinnen. En eerst wilde ik gewoon een EP'tje uitbrengen. En daar moest dan wel iets omheen. En toen kwam ik op het idee. Toen dacht ik, ja, het is eigenlijk best wel zonde dat we nu meestal gewoon maar een afspeellijstje aanzetten. En heel vaak geen idee hebben naar wie we aan het luisteren zijn. En vroeger had je natuurlijk dat je echt een cd'tje kocht of zelfs nog een plaat. En dan wist je wie je in je handen had en wat je erop legde en zo. Dus ik dacht, als ik weer iets fysieks uitbreng, dan zorgt dat misschien weer voor wat meer verbinding tussen publiek en een artiest. Dat je wat meer verbonden voelt met een artiest. En er staan ook allemaal achtergrondverhaaltjes in. Dus dan weet je een beetje waar zo'n tekst van een liedje vandaan komt. Dus dan heb je het gevoel dat je een beetje insider bent. Dus dat is waar het idee voor het prentenboek vandaan is gekomen. Ja. En toen ik er eenmaal mee begon, toen werd het steeds groter. En toen dacht ik weer van, oh ja, maar dit kan ook nog wel. En dit kan ook nog wel. En uiteindelijk is het een heel mooi boek geworden. Ja, vond ik een mooi idee. Ik heb een mooi project inderdaad. Dan was toch zij dat ik heel tot tijd in zit natuurlijk, om dat echt goed te dwaan. De schuldste taboes net, in eigen leven net. Dus best vrij open naar hoe. Is dat altijd een bewuste keuze van die West? En zit daar een gedachte achter of is het gewoon, dit is mijn leven? Ik denk dat ik die liedjes gewoon schrijf omdat ik ze schrijf. Ja, ja. En ik heb ook altijd, omdat het leuk is. Ja, en ik heb altijd wel op een of andere manier dat ik heel graag heb dat het waarheidsgetrouw is. Ja. Dat is een van de liedjes op de EP ook. Dat is een rapnummer over een avond dat ik uit was. En er is op die avond zoveel gebeurd. Maar ik wilde wel dat alles wat erin stond precies was zoals het was. Dus dat was een enorme puzzel. En als ik meer dan 5 liedjes had, had ik het aan jullie laten horen. Maar ja, helaas moeten jullie nog even op wachten. ik wil dus altijd wel dat het waarheidsgetrouw is. En die liedjes die zijn gewoon ontstaan, want dat waren de dingen die gebeurden. Dus dat is niet per se een hele bewuste keuze geweest. Dat ik dacht van, oh ja, ik wil super directe, eerlijke liedjes schrijven. En ook voor het prentenboek, ik denk dat het gewoon goed voelde om zo eerlijk mogelijk daar een verhaal, het verhaal erachter te vertellen. Ja, maar daarmee, toen was ik wel weer kwetsbaar. Hè? Want het gaat in, de vriendjes, seksualiteit, neem het maar op. Hoe is het in het leven steerst, de onhandige momenten die er dan echt bij je binnen. Daar ben je vrij expliciet en duidelijk in. Ja. Maar dat is eigenlijk omdat je gewoon een flap uit bent. Ja, dat denk ik wel. Ja. Zij komt er goed, maar probeer je die even, ja, waarom? Maar dat ik gewoon... Dit ben ik dus. Ja, en ik begin wel langzaamaan steeds gereserveerder te worden. Dat is toch jammer? Nou, ik denk niet dat dat erg is. Ik denk dat het misschien eerst wel iets te was. Dat ik iets te makkelijk iedereen alles vertelde. En dat ik nu wat beter inschat wanneer dat nodig is en wanneer niet. En dat betekent niet dat ik stil in een hoekje ga zitten. Maar dat betekent wel dat ik niet meer per se zo onrustig ben dat ik de hele tijd alles waar ik mee zit aan iedereen hoef te vertellen. Dus ik denk dat het wel een goed iets is. Had dat altijd al 100? Ik neem het maar even, het flap uit gedrag of net? Best een open boek dus. Ja, ik denk dus dat ik gewoon altijd heel erg extreem met dingen kon zitten of zo. En dat ik dat dan aan mensen vertelde, want ik zat ermee, dus ik moest daar iets mee. Ik denk dat ik dat wel altijd heb gehad. Ik kan me van heel vroeger niet super goed herinneren, maar ja,
denk wel dat ik altijd wel vrij eerlijk en open ben geweest, ja. En zat er Jern, maar goed, dus even een inschatting op afstand. Bij wijze van zo goed kinkt die net. Best vaak een teleurstel, want ik had de indruk van net. Je bent nog redelijk, komt heel iepen en vrij nog steeds oer. Oh, of ik vaak, of mensen me vaak pijn hebben gedaan of zo. Of bijvoorbeeld, nou ja, als het hier is, is het ook heel goed. Ja, dat is wel gebeurd. Je hebt je moorden op erin, hè? Ja, dat klopt. Nee, dat is af en toe wel gebeurd, maar ja. Je hebt soms ook het leven. Dat word ik net oordwaan nou ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Maar ik ben benieuwd hoe het nou is, die is. Hoe is het weer op Vroms, Joost, weet je wel? Ik denk dat ik... Ja, het wordt meteen heel diep en psychologisch gesprek dit. Maar ik denk dat ik niet heel veel anders kon. Dat ik gewoon nog zoveel onrust in me had. En dat dat gewoon mijn manier was om daarmee te dealen. Dus ik neem dat mijn jonge ik niet kwalijk. Nee, maar dat had toch echt prachtige dingen opleveren, denk ik, of niet? Dat denk ik ook wel. En ik denk dat er ook andere mensen zijn geweest die datzelfde hadden en waarmee je dan heel makkelijk een connectie maakt. Ja. Maar dat veroorde tussen won naarmate het wat ouder wust. Ja. Ja, en er zijn nu ook wel andere mensen die dan wat jonger zijn dan ik, waar ik dan mijn jongen zelf in herken. En dan, ja, dat het dan meteen een soort voelt als kleine zusjes of zo, weet je wel. Maar ja. Ja, ik denk wel dat dat beter is, dat ik iets meer kan kiezen wanneer ik iets wel of niet vertel. Ook een iets ander spanningsboogje dus. Ja. Ja. Sjoerd, we beginnen even naar die nieuwe single daar met Noorderlicht. Het gaat tattoos op een after. Dat is de laatste, toch? Wat of, zeg je? Dat is het laatste. Nee, gaan we nu draaien. Ja. Of tenminste. Oh, oké. Nee, ja, dat is goed. Ja, als het mag voor jou. Oh nee, er komt daarna nog één liedje. Ja, ja oké. Okay. Ja. Nee, dat is helemaal goed. maar dat is echt weer zo'n verhaaltje van... God, je bent op een feestje. Ja. Ja. Nee, dat klopt. Ja, Noorderlicht had net een show gehad. En toen hadden we gewoon een feestje daarna bij een van de jongens thuis. Toen kwam er op een gegeven moment een tattoo gun op tafel. Lees even de leek uit wat een tattoo gun is. Ja, een apparaat waarmee je tattoo zet. Dat heeft de tattoo artist die gebruikt had. En ja, ik had nog helemaal geen tattoos, maar ik vond het wel een mooi moment om er een te laten zetten. En ik had een shirt aan met open schouders, dus daarom is die hier terecht gekomen. Nou, ik zag hem nou, hij ziet er redelijk beschaafd uit. Het is een hartje. Ja, ja. Ja, dat is heel normaal gebleven. Nou ja, dat is natuurlijk zo'n serie op televisie, maar je mislukte tattoos of wurden die het verkeerd speld binnen. Dus oh ja. Het hier een stuk dramatischer ken, wat dat betreft. Nou, we hebben toen dus wel voor het schieten van de videoclip hebben we het woord tattoo gezet. Die staat nu op mijn pols. Maar kijk, ik heb ook het logo van de kroeg waar ik boven heb gewoond in Balk. Die staat er ook, maar het lijkt nu alsof het bij elkaar hoort. En daar heb ik wel echt spijt van. Ik had hem liever wat verder weg gehad. Ja. Maar ja, ik had ook van tevoren niet nagedacht over waar die moest komen. En dan krijg je dat soort dingen. Ik heb altijd een goede tattoo leren, lid. Dus, ja, maar dat voelt dan ook weer fout of zo. Ja. Want het is wel... Dit jaar bij die gewoon. Ja, ja. Ja. Maar denk je dat, verwacht je dat? Als het bij die vest gezegd, de komende tijd... Nou, de kleine levensverhaaltjes blues vertellen? Ja, en veel van de liedjes spreken wel redelijk voor zich. De meeste dingen benoem ik wel. Maar nee, ja, ik blijf daar wel... dingen omheen vertellen. Want dat is toch ook altijd leuk. Als een artiest vertelt van ja, en toen was ik daar en daar. En toen had ik dat geschreven. Dat is dan, ja, ik weet niet. Ik vind dat altijd zelf heel erg leuk om te weten. Dus. Beetje uit het leven gegrepen, zeg maar. Ja. Ja. Nou goed, het verhaal was het alleen verteld. Dit is hem. De nieuwe single van Noorderlicht. En na de waar. Tattoos op een avond. No judgment, gewoon lekker doen. Deze party is master. Jerry, na de waar. Tattoos op een avond. We zetten tattoos op een avond. De buren vragen kan het zachter. Maar we gaan alleen maar harder. Een tattoo is voor jouw dochter. We zetten tattoos op een after. De buren vragen kan het zachter. Maar we gaan alleen maar harder. Tattoo op een after. Noorderlicht en Nadewa. Nadewa zit bij mij hier op een tafel. Leuke nieuwe single wordt released. Even nu die samenwerking met Noorderlicht. Hoe bist u bij die jongens? Ja, is het nog één of meerdere trouwens? Ja, ze zijn met z'n drieën. Met z'n drieën nog steeds, ja. Hè? Ja. Die heeft nog één stem. Hoe bist u bij hun te longenkamp? Toeval? Ik denk dat via het vriendinnetje is die tattoo heeft gezet. Dat zij al vrienden met hun was. En één jongen zat ook bij mij in de klas... Maar dat was allemaal een beetje in het begin van de AVP-tijd. En toen zijn we een keer mee naar een show van hun gegaan... bij de Kleine Prijs van Friesland, volgens mij. En daar heb ik ze ontmoet en dat klikte. En toen ben ik meegegaan naar meer shows, want ik vond de muziek heel leuk. En ging gewoon steeds een beetje als entourage mee... zodat ze sowieso een paar mensen enthousiast voorin hadden. Ja,
dat is een beetje hoe dat ontstaan is. Dus graag alles zelf, vertelde ze leven. Maar ja, in die werkers natuurlijk wat te krijgen met producers, met mensen die een beats, meids, met dat soort dingen. Is dat gewoon echt nog veel gearworking of doet het liefst al jezelf? Nee, dat kunnen gewoon andere mensen beter. Ja. Dus dat geef ik graag uit handen. Ja, precies. Ja. Maar het is natuurlijk soms wel lastig dat je dat dan goed moet plannen en met deadlines. En dat er dan bij andere mensen dingen tussenkomen. Maar dat ben ik ook allemaal aan het leren, hoe ik dat het beste moet aanpakken. En bemoeist je dan lekker horen om mij of list het echt geen? Nee, langzaamaan probeer ik steeds meer te leren. Maar vaak laat ik het ook aan andere mensen horen die dan feedback geven. En dan speel ik die feedback weer door. Want ik ben zelf, ook als ik naar andere liedjes luister, gewoon heel erg gefocust op de tekst en wat minder op de productie. Dus dat probeer ik te leren. Maar daar vraag ik wel echt hulp bij. Ja. Ja. Wat komt er? Een nieuwe EP van u uit? Ja. De harde titel even neemt. Er komen al dat soort vestjes weer op de steen die we kreeg draaien. Zoals Tattoo Up and After. Ja, het zijn allemaal liedjes over avontuur tot diep in de nacht. Oh, dat is wel het centrale thema dus. Ja, kom mee op avontuur tot diep in de nacht. Ja. Things was nieuw in de toekomst en je rol van was toen performer blue of zoals die zelf ook wel eens tekstcrewer of projectleider of hashtag je een uitsprutsen idee oer? Ik denk dat alle drie wel zou kunnen, hoewel ik teksten schrijven wel moeilijk vind. Ik heb heel makkelijk ideetjes, maar het uitwerken, daar moet ik echt voor gaan zitten en daar moet ik mezelf echt doorheen slepen. Dus of ik goed zou zijn als tekstenschrijver, daar heb ik mijn vraagtekens bij. Maar ja, misschien dat ik ooit inderdaad wel ergens projecten kan leiden. Ja. Maar voorlopig gewoon performing artist. Ja, dat is wel het allerleukste wat er is. Ja, ik vind de afwisseling heel leuk. Dat je het ene moment je posters door heel de stad aan het plakken bent en het andere moment hier zit en weer een volgend moment allemaal mailtjes aan het sturen bent met mag ik alsjeblieft komen optreden. En dat ik dus zelf die verantwoordelijkheid heb. Ja, dat vind ik heel tof. Want we draaien bijvoorbeeld jij er al wat van Merel in deze uitsturing. Ik kan me voorstellen dat dat wel goede voorbeelden van die binnen. S10 haast zien we er een hele sleep. Jonge meiden eigenlijk. Die eigenlijk hartstikke eigenwijs hun eigen carrière rondmeidje binnen. Ja. Dat is toch een beetje het voorbeeld. Ja, ik vind het wel tof om te zien. En tegelijkertijd maakt het me ook een beetje bang. Want dan denk ik, oh ja, is er dan nog wel ruimte voor mij? Maar ja, aan de andere kant, er zullen altijd artiesten zijn. En als je het niet probeert, dan gaat er ook niemand zeggen, hey, jij bent nu de volgende grote ster. Maar dat klopt, er zijn er echt een hele hoop die het heel goed doen. Allemaal jonge meiden die Maar wel een beetje wegbereiders, liek je mij dan. Ja. Tenminste, ik kan me wel voorstellen dat zij zei van, hey, die ben er in slag, dan ken ik het ook. Ja, misschien wel hoor, dat wel meehelpt. Kijk daar wel naar. Ja. De hele tijd geleden was natuurlijk Maan de enige. En er zijn er nu heel veel meer. Met Stien en Vrouwtje en Bente en Merel en Sophie Straat. En daar kunnen we wel nadu aan bij. Ik hoop het. Ja. Ik hoop dat daar de ruimte voor is. En eerst maar afstuderen dus. Dat mag toch wel even onder bak, dus wat dat betreft. Ja, klopt. Dat is nog geen inkoppertje, begreep ik wel, of nou? Nee, klopt. Maar ik kijk wel even hoe ver ik kom. Eerst die EP uit en dan ik heb trouwens nog iets leuks wat ik gisteren vond. Ik was door een fotoalbum aan het bladeren. Want ik was op zoek naar een fotootje die hoort bij Jaguar. Ik had ooit, nou ja, dat is een van de liedjes die komt op de EP. En ik had een foto van die Jaguar en die wil ik gebruiken voor de cover art. Dus daar was ik naar aan het zoeken. Maar toen kwam ik dit fotootje tegen. Oh, dit is kan je nog een foto van Nadua? Dit ben jij hier ervaren, het grote logo van Omroep Friesland. Ja, dit is de allereerste keer dat ik hier langs mocht komen. En nu moet je even achterop kijken naar de datum. Even zien. 26.04.2019. Dit is ongelooflijk. Dit is morgen precies 4 jaar geleden. Ja, wat een timing. Ja, cool hè? We kunnen nog steeds 4 jaar verder. Ja. 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 Wauw. Zit je een hele oren na de familie dan Fjouwer hier verliezen? Zeker anders, absoluut. Ik denk een stuk rustiger en zelfverzekerder. Ik weet beter waar ik heen wil. Want toen was het natuurlijk allemaal nog heel wow. En toen kwam ik met mijn ukuleletje. Toen waren 2 van de 3 liedjes waren covers. En inmiddels heb ik straks gewoon een stuk of 11 eigen liedjes online staan. En doe ik shows. En dat is wel anders, zeker. Leuk, ja.
Grappig, hè? En het bewijs me, maar dit betekent een 55-plus opmerking van een kalende man. Time flies. Ja, hè? Ja, absoluut. De tijd vliegt. Meid ze de gebroek van. Je bent nog jong. En mooi als er wiest. We nemen haast de oorskeer van die. We draaien nog een nummer van Kraantje Papi. Ja. Ja, Kraantje is ook zo leuk. En dit liedje heb ik uitgekozen. Omdat... Dat heet O.O.W. Ja. Ja, het is ook een heel verhalend liedje. En deze heb ik om twee redenen uitgekozen. Ten eerste zit hier... In het verhaal gaat het op een gegeven moment ook over tattoos. En in Tattoos op een After zit een verwijzing naar dit liedje. En het is een heel verhalend rapliedje. En voor een ander nummer, Skate Café, wat ook op de EP staat... heb ik af en toe wel eventjes naar deze gekeken. Van, oh, hoe deed Kraan dat? Oké, nou dan kan ik dat ook wel op die manier doen. En ik heb altijd wel graag zo'n lang rapnummer... met veel tekst en veel verhaal willen hebben... Dus ja, dat is de reden dat ik deze heb uitgekozen. Dankjewel en succes. Dankjewel. Ze kwam naar binnen met de naam op de lijst. 100 uit top, bestelde 10 wijnen en een rode fles port. Ze keek me aan van ik vind je leuk toch en ik denk dat er vannacht geneukt wordt. Au? Ik meen naar buiten met die meid naar de poelen. Zij begon nog gelijk over gevoelens en ze voelde dat ik ready was, maar in een fractie zat ik bij de achter op de fiets, niet in een taxi. Au?